Hoi en welkom bij weer een nieuwe Plan With Me video, deze keer voor de maand april. Ik heb ervoor gekozen om deze maand vooral de kleuren geel en oranje als hoofdkleuren toe te passen. En verder is het een beetje meer scrapbooking idee. En weer eens een keer een totaal andere week setup eigenlijk als dat ik tot op heden heb gedaan. Laten we maar gelijk beginnen. Allereerst beginnen we natuurlijk met de titelpagina. Hiervoor gebruik ik verschillende soorten plaatjes. Deze plaatjes heb je al waarschijnlijk al een keer eerder voorbij zien komen. Hier op de linkerpagina is allemaal uit een setje van AliExpress. En hier op de rechterpagina komt uit een setje van de Action. Verder gebruik ik deze langtip van de Action om alles gewoon op zijn plek te doen. En ik blijf het gewoon allemaal een beetje net zo plaatsen tot ik tevreden ben met het resultaat. Ik hou de pagina een beetje extra opvullen, dus ik voegde hier eigenlijk wat plakkaatverf toe. Echter, mee dat ik het erop had gedaan, had ik er meteen spijt van. Het verstoorde de pagina eerder dan dat het er mooier van werd. Dus vandaar dat ik het plaatje gewoon eroverheen deed plakken en het een beetje weg deed werken op die manier. Verder gebruik ik hier mijn Posca Paint Pens om de maand april gewoon neer te zetten en ik doe eerst gewoon met het oranje de basis en daarna doe ik met geel alleen wat shading toevoegen. Zoals je ziet is een best simpel concept deze keer, alleen ik wou gewoon iets vrolijks en kleurrijks en ik weet niet, geel dat maakt me altijd vrolijk. Geel is ook een kleur die overal momenteel terug ziet in mijn woonkamer of eigenlijk door heel mijn huis heen. En zeker door de omstandigheden en de tijden waar we in leven, leek het me gewoon fijn om een keer spread te hebben dat lekker kleurrijk en vrolijk was. Gaan we door naar de eerste week setup. Zoals ik al zei, ik ga een keer iets totaal anders doen. Allereerst doe ik een banner opplakken door middel van washi tape en dan schrijf ik de dagen van de week op. Ik heb voor elke dag een blokje getekend en die blokjes zijn 2 cm breed en 16 cm hoog. Het idee hierbij is eigenlijk dat het een soort tijdframe, tijdschema wordt, dat je kunt invullen en toepassen, zodat het niet alleen dus is om dingen in te plannen, maar dat je ook dus eigenlijk aan het einde van de maand kunt tracken wat je precies hebt gedaan, waar je je tijd aan hebt gespendeerd. En dan elke keer aan de linkerpagina wil ik gewoon mijn to-do-lijstje kunnen toepassen, of de events waar ik rekening mee moet houden. Gewoon een keertje iets anders uitproberen. Hier links doe ik de aanduiding van 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Ik ben namelijk elke ochtend al vanaf 6 uur wakker, dus vandaar. En ook hier doe ik weer door middel van wat plaatjes de pagina een beetje opleuken. Deze kleine hexagon stickertjes die ik nu toepas komen uit een stickerboekje van de Action. Dat is alweer van een tijdje geleden, ik denk niet dat ze die nog steeds hebben. En verder doe ik nog wat kleine stipjes gewoon met een paintpen toepassen ter extra opvulling. Elke weekspread heb ik eigenlijk op dezelfde manier toegepast. Echter, omdat de laatste week maar 4 dagen is, heb ik daardoor op de rechterkant van de pagina nog wat ruimte om hier weer de Best of April toe te kunnen passen. Ik zal proberen zoveel mogelijk items die ik heb gebruikt hieronder in de omschrijving neer te zetten, zodat je deze ook eventueel zelf kunt aankopen. Ik moet toegeven dat ik de witte gelpen op zwart papier altijd een mooi effect wil geven. Ik heb alleen tot op heden wel altijd 1 nadeel gehad met deze journal. En ik weet niet of het komt door de journal zelf of het soort gelpennen dat ik gebruik. Maar ze doen het transferen naar de andere pagina. Wat dus inhoudt dat ik een soort ghosting heb. Zodra de pagina dicht is gegaan een keer, dat je kleine lijntjes dus ook op de andere pagina ziet. Dat vind ik wel echt heel jammer. En in sommige gevallen kan ik ze een beetje weggummen. Maar dat is wel het enige waar ik echt tegenaan loop in deze journal. Wat ik bij mijn vorige journals nooit heb gehad. Een kleine toelichting van hoe de spread dus werkt. Allereerst doe ik hier een lijntje zetten op 8 uur en op 5 uur. En dit is om het tijdvakje werk eigenlijk af te bakenen. Dat zijn namelijk mijn werktijden. En dit kun je natuurlijk toepassen door het alleen zo te doen, door alleen het woord neer te zetten. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een kleur paintpen toe te passen en het echt gewoon helemaal in te kleuren of helemaal washi tape te gebruiken. Net wat je zelf eigenlijk fijn vindt. En op deze manier kun je dus altijd later dus terugkijken wat je precies allemaal hebt gedaan.
hoeveel tijd je met iets specifiek bezig bent geweest. En ik kies gewoon weer iets anders. Ik ben namelijk iemand die sowieso habit trackers en uren trackers altijd wel interessant vindt. Maar ik weet niet, ik vond de layout van die dingen altijd vaak een beetje steeds weer hetzelfde. Dus ik denk door het zo een keer toe te passen, het iets interessantere look heeft. Kijk, kies je ervoor om kleurcodering toe te passen, kun je hier aan de zijkant natuurlijk gewoon nog een extra klein blaadje maken om een eigen legende te maken. En op die manier kun je dan allerlei gewoon toepassen. En de linkerpagina gebruik je dan gewoon steeds voor je to-do's van die week op te schrijven. Of events of kleine notities. Ligt er natuurlijk maar net aan hoeveel ruimte je zelf nodig hebt. Van hoeveel versiering je toe wil passen op die pagina. Om zoveel mogelijk gebruik van te kunnen maken. Nog even alle spreads helemaal klaar. Allereerst de titelpagina. En daarna de verschillende weekspreads. Al met al ben ik in ieder geval er heel blij mee met hoe de weekspreads zijn geworden. Ik ben benieuwd of het in de praktijk ook net zo fijn gaat zijn als dat ik nou denk. Dus fingers crossed. Maar ja, dat was het in ieder geval weer voor deze video. Hopelijk vond je het leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral niet het duimpje omhoog te geven. En ja, wil je dit soort video's vaker zien, die ook vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!